Het gedrag van kinderen vindt zijn oorsprong in de opvoeding. Indien er door de ouders geen goed fundament wordt gelegd, kan dat later gevolgen hebben. Dat stelt de directeur van Stichting RUMAS, Emmy Hart, tegenover onze redactie. Hart zegt dat opvoeders een belangrijke rol hebben in de toekomst van het kind. Om te kunnen omgaan met kinderen met afwijkend gedrag is het belangrijk om eerst de patronen te analyseren. Aan de hand hiervan kan er een gerichtere aanpak worden bedacht. Dat geldt volgens Hart niet alleen voor ouders, maar ook bij buurtorganisaties en schoolinstellingen. Om te weten wat je moet doen, moet je weten wat er speelt, stelt de RUMAS-directeur. Je moet weten waar het om gaat. Het gaat om de puberteit. De jongeren die ik heb gezien met pistolen en messen, zijn pubers. En pubers willen experimenteren en zijn nieuwsgierig. Wij moeten er zijn om ze ervan doordrongen worden dat wat de gevolgen zijn, de consequenties. Ik hoor de jongeren zijn opgepakt. Het moet. Je moet een consequenties eraan verbinden. Maar wat wij eigenlijk zouden moeten doen, is de koppen bij elkaar steken met het ministerie van Justitie, met het ministerie van Jeugdzaken, met Sportzaken-directoraat. Zouden we aan tafel moeten zitten. Omdat er wel mensen zijn om het te doen, om te werken met jongeren. Maar ik weet niet dat ze bewust zijn van wat er gebeurt. Mensen zeggen, alles wat je nu zegt, money not de. Niet alles doe je met geld. Ja. RUMAS heeft geen geld, maar we werken elke dag. Elke dag wordt er gewerkt. Omdat ik zeg, te woyo yagi, moet het niet zo zijn dat je kan zeggen, wat hebben wij anders kunnen doen? Willen we werken aan een gouden toekomst voor Suriname, dan moeten nu reeds de koppen bij elkaar gestoken worden om verbetering te brengen onder de jeugd. Dit kan door bijvoorbeeld ouder- en kindvoorlichting, evenals de nodige steun vanuit de overheid. Er wordt volgens Hart nog steeds weinig tot geen geld gestopt in de jeugd van ons land. Dit heeft ernstige gevolgen die nu reeds te merken zijn. Als de regering geld zou stoppen in organisaties die wel willen, zou het mooi zijn. Maar het is geen prioriteit voor de regering. De buitenlanders hebben gewild Suriname te helpen. Ze stopten geld in de Surinaamse jeugd. Onze Surinamers willen geen geld stoppen in onze jeugd. Want anders, als RUMAS 30 groepen van 30 jongens heeft kunnen trainen, waarvan ik zeker weet dat meer dan 50-60% op het goede pad zijn gekomen, dan moet je zo'n organisatie volstoppen met geld. En tot vandaag bedelen we. Het advies van Hart is om waarden aan het opvoeden van het kind te hechten. Met de nodige liefde, steun en aandacht komt het wel goed met jong Suriname. Zo besluit Emmy Hart. En tot zover dit gedeelte van het ATV-journaal.